Op deze plek zijn de resten van de Romeinse tempel gevonden. Het is een unieke vondst en dat werd even geheim gehouden. In 2021 werden al de eerste stukken gevonden door vrijwilligers en zij gaven dit door aan archeologen. Ja, dit is wel heel bijzonder hoor. Ik moet ook zeggen, ik doe dit werk nu al 20 jaar. En ja, dit is wel waar je van droomt als archeoloog eigenlijk. De resten van de tempel zaten lang verborgen. Die stukken die hebben inderdaad 2000 jaar geleden veilig onder de grond gelegen tot wij archeologen ze gevonden hebben en voorzichtig hebben opgegraven. Deskundigen hebben al veel van de vondsten onderzocht. De tempel heeft er waarschijnlijk zo uitgezien en is gebouwd door de Romeinen. De Romeinen hadden een enorm rijk in een groot deel van Europa. Dat was zo'n 2000 jaar geleden. Het liep helemaal van Turkije tot Engeland en ook een groot deel van Nederland hoorde erbij. Er zijn wel eerder resten van Romeinse tempels gevonden in Nederland, in de omgeving van Nijmegen, maar geen volledige tempel, zoals nu in Zevenaar. Op de plek waar de tempel is gevonden hebben waarschijnlijk meerdere tempels gestaan. In die tempels gingen Romeinse soldaten bidden voor hun goden. Naast de resten van de tempels hebben archeologen nog veel meer gevonden, zoals godenbeelden, munten en sieraden, een waterput en nog veel meer. Voorlopig wordt het echt nog een enorme puzzel om alles uit te zoeken wat we nou daadwerkelijk allemaal gevonden hebben. Want het zijn meer dan 30.000 vondsten hebben we gedaan. Door deze bijzondere ontdekking komen we meer te weten over wie die Romeinse soldaten in Nederland waren. Een paar van de gevonden stukken zijn binnenkort te zien in Museum Valkhof in Nijmegen.